Dames en heren van een jonge leeftijd die bovendien ook al eens een bibliotheek bezoeken. Ik wil jullie vandaag vertellen over de boeken van Wiet Waterlanders. Vroeger zagen die boeken van Wiet Waterlanders er zo uit. En nu zien die er zo uit. Het zijn precies dezelfde boeken, maar de cover is gewoon een beetje veranderd. Wie is Wiet Waterlanders? Wiet Waterlanders is een jongen van 11 jaar als de boeken beginnen. Hij zit in het zesde leerjaar. En het zijn detectieve romans. Dat wil dus zeggen dat er altijd een misdaad gebeurt. En dat Wiet Waterlanders die misdaad gaat oplossen samen met twee vrienden van hem die bij hem in de klas zitten. De ene is een jongen. En het andere, een meisje. Ja. De jongen heet Indigo Mole Mole. Dat is een zwarte jongen. Hij heeft Afrikaanse roots. En hij heeft zwart, lang, kroezelhaar met rastavlechten. En hij heeft daar blauwe linten in geweven. Want ik weet niet of je dat weet. Maar Indigo of Indigo, dat is een soort van blauw. En Indigo vindt die blauwe linten in zijn haar heel erg mooi. Hij is wel ongeveer de enige op de wereld die heel erg mooi vindt, want de rest vindt die linten heel erg lelijk. Maar daar trekt Indigo zich helemaal niks van aan. Wiet en Indigo zijn de beste vrienden. Het derde lid van het detectieve bureau is Ophelia Willems. En Ophelia Willems is dus een meisje. En Wiet Waterlanders is een jongen. Vanaf het eerste moment dat Wiet Waterlanders Ophelia Willems ziet, is hij smoor verliefd op haar. Maar Wiet Waterlanders is een hele verlegen jongen. En die durft natuurlijk niet naar Ophelia toe te stappen om te zeggen: "Hi baby, I love you." Dat durft hij niet. Maar als je niet tegen iemand durft zeggen: "Hi baby, I love you," dan kan de persoon in kwestie natuurlijk ook niet weten dat je hem of haar I love you'd. Hè? Ja. En dus moeten we wachten tot op het einde van boek 3, voor we zullen weten of Wiet Waterlanders en Ophelia Willems een koppeltje worden of niet. Maar ik ga helemaal niks vertellen over boek 2 of 3 en dan zeker niet over boek 4 of 5. Zoals ik net al zei, het zijn detectieve romans en dan verklap ik natuurlijk veel te veel. Dus ik ga alleen iets vertellen over boek 1 en dat heet Wiet Waterlanders en de kleine Caroluscode. De kleine Caroluscode, dat is de naam van het geheime detectieve trio dat Wiet Waterlanders, Ophelia Willems en Indigo Mole Mole oprichten. Waarom dat een geheim detectieve bureau is, dat ga ik niet verklappen. Daar moeten jullie het boek maar eens voor lezen. Ja. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar in alle boeken van Wiet Waterlanders zijn ook witte delen en grijze delen. En die witte delen die spelen zich af nu en die grijze delen die spelen zich af in de middeleeuwen. Want de misdaden die de drie kinderen oplossen zijn niet gewoon maar misdaden. Nee, dat zijn misdaden uit het verleden. Ja, ja, ja. En boek 1, Wiet Waterlanders en de kleine Caroluscode, gaat over een moord. Ja. Bij archeologische opgravingen op een waterput, op een oud kasteel, het Gravensteen van Gandamme, wordt een lijk gevonden. En dat lijk, dat is geen vers lijk. Nee, dat ligt er al wel even. Meer bepaald, enkele honderden jaren. Ja. Bij archeologische opgravingen op een oude waterput wordt een stoffelijk overschot uit de middeleeuwen gevonden. En al heel snel blijkt dat het wel eens om een moord zou kunnen gaan. En die drie kinderen nu, Wiet, Ophelia, Indigo, die besluiten om die moord in de middeleeuwen op te lossen. Hoe dat in zijn werk gaat, dat ga ik niet verklappen. Ik ga een heel kort stukje voorlezen. Helemaal uit het begin. Kijk, dit dunne stukje is al gebeurd en dit dikke stuk moet nog komen. Hè? Dus helemaal uit het begin, want anders verklap ik natuurlijk veel te veel. Voilà. De klas van Wiet Waterlanders is uitgenodigd op het Gravensteen van Gandamme, omdat de mama van Ophelia Willems, weet je nog, de hele mooie Ophelia, waar Wiet een beetje verliefd op is, hè? Dat is een archeologe en die is bezig met opgravingen aan een waterput. En die heeft de klas van haar dochter uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij de werkzaamheden. Aan het einde van de rondleiding kwam de klas terug uit bij de opgravingen aan de waterput. Hey, Indigo, fluisterde Adriaan plots. Die grootmoeder van jou, die lijkt wel een olifant. Moddervet bedoel ik dan. Boem, daar zou ik maar uitkijken als ik jou was, zei Indigo meteen. Weet jij hoe een gevecht tussen een olifant en een jong van 12 statistisch gezien meestal afloopt?
Bovendien ben je zelf ook goed op weg om een olifant te worden, zei Wietmoeder. Hij wilde zijn vriend helpen, maar besefte meteen hoe dom hij was geweest. De vrienden van Adriaan hadden Wiet ingesloten. Hij werd beentje gelegd en met een eenvoudig duwtje van de leider de put ingeduwd. Wiet probeerde wanhopig zijn evenwicht te bewaren, maar kon zijn val niet stoppen. Het veiligheidslint waar hij tegenaan viel knapte. En toen hij van de rand van de put naar beneden schoof, vernielde hij alle kostbare aanwijzingen die het team, laagje voor laagje, nog hoopte te vinden. De hele klas, alle studenten archeologie en de juf liepen eerst in paniek door elkaar. En toen werd het plots doodstil. Jongen toch, zei de juf boos, als eerste de stilte doorbrekend. Zie nu toch wat je gedaan hebt. Wanneer jullie nog zo gewaarschuwd? Toen mevrouw Willems van bovenaf in de put keek, probeerde ze haar teleurstelling te verbergen. Alles in orde, jongen? Vroeg ze. En ze probeerden uit alle macht vriendelijk te klinken. Er kwam geen antwoord. Wiet? Ik denk dat u beter mijn oom bij de politie belt, riep Wiet voorzichtig van beneden naar boven. Ja, kom jongen, antwoordde de juf meteen. Wat er gebeurd is, is heel erg, maar het lijkt me niet nodig om er de politie bij te halen. Ik zal Adriaan en zijn vrienden zeker onder handen nemen, maar je zal zelf ook wel niet helemaal vrij uitgaan. Dat is het niet, juffrouw, zei Wiet, terwijl hij zich nog steeds misselijk voelde. Ja, wat is er dan? Wiet richtte zijn hoofd op en keek het gezelschap boven hem krijtwit aan. Er ligt een lijk in de put, mevrouw. Wiets maag keerde zich om en vlak voor hij het bewustzijn verloor, zag hij nog net de flash van een fototoestel bovenaan de put. Spannend, hè? Ja. Zal ik nog even verder vertellen? Ja. Not! Sorry, ik mag geen kinderen uitlachen. Ik stop altijd op hele spannende momenten, want dan zijn jullie natuurlijk verplicht om zelf verder te lezen. Als je wil weten hoe het avontuur verder gaat van Wietwaterlanders, Ophelia Willems en Indigo Mole Mole. En na boek 1 heb je ook nog boek 2 en boek 3. En boek 4. En boek 5. Veel plezier.